Bij 10.000 likes, dan laat ik Edgar Scoopy merch maken, weet je nog? Laten we eens even kijken hoeveel likes die video inmiddels heeft. Dan ga ik dus een paar van jullie strategieën proberen. Dan pak ik gewoon de comments erbij en dan ga ik gewoon eens proberen wat jullie zeggen. Vlog jongens, vandaag heb ik mijn sportkleding aan. Het is avond, Roy, waarom heb jij sportkleding aan? Ik heb namelijk net gesport. En nu komt het mooie verhaal. Ik had mijn camera neergelegd op mijn kapstok. En dat doe ik wel vaker. Zeg maar, ik heb boven mijn kapstok zo'n plankje. Dan leg ik dan mijn camera op en dan trek ik mijn jas aan. Dan pak ik mijn camera en dan ga ik naar de auto toe. Maar je voelt er waarschijnlijk al aankomen. Ik ben de camera dus vergeten. Dus ik zat in de auto en ik wilde mijn vlog openen. Zo van, nou, we gaan naar de sportschool. Let's go, weet je wel. En toen dacht ik van, maar waar, where's my camera? En toen heb ik gewoon serieus de camerabeelden via mijn telefoon bekeken thuis. En toen zag ik hem op het plankje liggen. En toen dacht ik, oh nee. Want toen was ik al onderweg naar de sportschool en anders zou ik echt veel te laat komen. Dus ik heb vandaag gesport. Trust me, ik heb gesport. Davy kan het bevestigen, want ik kwam thuis van werk en ik was niet thuis, want ik was aan het sporten. Toch, Davy? Ja, ja. Zie je? Kijk. Dus hier bij de bevestiging. Hey. Maar, wat, ja, dus dat is even niet zo handig voor mij. Maar wat wel heel erg leuk is. Ik had een tijdje geleden een vlog gemaakt. En toen zei ik, toen hadden we het over Edgar Scoopy. En toen zei ik van, weet je wat? Bij 10.000 likes, dan laat ik Edgar Scoopy merch maken. Weet je nog? Laten we eens even kijken hoeveel likes die video inmiddels heeft. We gaan eerst even kijken naar het stukje dat ik dat zei. Van, hey, bij 10.000 likes, dan ga ik Edgar Scoopy merch maken. Dat was namelijk dit moment. We spreken het volgende af. Als deze video 10.000 likes haalt, dan ga ik Royalistic Edgar en Scoopy merch laten maken. En dan nu eventjes kijken hoeveel likes die video heeft behaald. Ja, meer dan 10.000. Dus ik moet Edgar en Scoopy merch maken. Want dat heb ik jullie beloofd. En belofte maakt schuld. Dus vanaf het moment dat ik zag van, hey, deze video heeft meer dan 10.000 likes, ben ik eigenlijk gelijk aan de slag gegaan. Dus let op, dit is echt heel ziek. Tenminste, ik ben blij, heel erg blij met het resultaat. En ik ga het jullie nu gewoon laten zien. Wow! Toen had ik in één keer Edgar en Scoopy merch aan. Would you look at this, man? Would you look at this? Gewoon Edgar en Scoopy naast elkaar op de trui in het wit. Ik heb nog nooit een witte Royalistic trui gerokt in de webshop. Maar dit gaat dan officieel toch echt de eerste worden. Nu is alleen nog de vraag, wanneer zou ik hem droppen, weet je wel? Het is nog even de vraag van, dit is namelijk een sample, zoals ze dat noemen. Dus die sturen ze dan naar je op. En dan moet jij zeggen van, ja, ik vind hem wel leuk. En ja, laat maar maken. En dan moet je de hoeveelheid doorgeven dat je wil inkopen, zeg maar. Dus dat is nu de tweede stap. Dus aan de hand van hoe enthousiast jullie zijn, laat het me weten in die reacties wat jullie hiervan vinden. En of je hem zelf zou kopen, ja of nee. Ja, ga ik bepalen hoe snel ik die voorraad in de webshop ga knippen. Nou, natuurlijk. Weet je wat, laten we gewoon weer afspreken. Bij 10.000 likes, dan geven jullie wel weer een redelijk signaal af van, wow, dit willen wij. Oké? Okay? Ik vind hem in ieder geval echt heel goed gelukt. Dit design is gemaakt door Nina. Dikke shout-out naar Nina. Die heeft namelijk ook het trui-design gemaakt van de Rounded Royalistic logo. Dus zeg maar met dat soort van rondje eromheen en dan Royalistic zo eronder. Namelijk dit design, die heeft het nou super goed gedaan. De webshop staat nog steeds te koop op royalistic.nl. Is echt nog maar een kleine voorraad van beschikbaar, omdat jullie super hard zijn gegaan op die nieuwe trui. Dus dat is heel erg tof. Maar goed, ik ga deze Edgar Scoopy merch gewoon vandaag lekker aanhouden. En Deetje heeft lekker gekookt. Tenminste, voor zichzelf heeft ze een lekker pastaatje gemaakt. Hoe je look at it. En voor mij heeft ze eventjes de kip met rijst en groenten opgewarmd. En dat ga ik natuurlijk eten. Maar ik zei wel, ik wil ook een beetje pasta proeven. Dus ik krijg ook nog een klein beetje pasta van Davy. Dus het dieet plus een klein beetje pasta. En dat is ook gewoon goed voor je. Goeie lekker. De pasta was heerlijk en ik ben net klaar in mijn studio. Ik heb weer eventjes een hele avond van alles gedaan eigenlijk in de studio. Opnames, bezig geweest met de merchandise. Met onder andere dus de Edgar Scoopy merchandise binnenkort in de shop. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel likes we gaan hitten op deze vlog en hoe jullie feedback gaat zijn. Maar het enige wat ik maar kon horen tijdens dat ik bezig was met van alles en nog wat achter de computer, waren Edgar en Scoopy. Deze twee doerakjes hier, die nu weer bij mijn voeten lopen, die waren druk bezig. Dus ik heb zo'n vermoeden. Kijk, daar ligt die andere, Edgar. Dat jullie een beetje druk zijn. Heb ik daar gelijk in? Ja, hè? Ze zijn echt mega speels, omdat ze waarschijnlijk gewoon lang geslapen hebben. Dus ik had het idee. Weet je wat? Ik ga gewoon even met de kat spelen. Dus kom, kom, we gaan naar de woonkamer. Kom, 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 kom. Kom, 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 kom. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Kijk eens. Kijk eens. Die vond jij altijd zo leuk, Edgar. Hey. Die vond je altijd zo leuk. Nou, nu volgens mij niet meer. Ik ga sowieso eventjes het licht aanzetten. Zo. En dan ga ik je natuurlijk ook eventjes vertellen hoe het er nu voor staat met Edgar Scoopy. Ze hebben de operatie overleefd. Dat is super goed gegaan. Of ja, overleefd in de zin van,
Het is achter de rug. Ze voelen zich er gewoon weer chill onder. Ze zijn weer helemaal de oude. Ze sprinten door het huis heen. Ze hebben geen pijn, want we hebben nog steeds de pijnstillers die we ze geven. En het is ook ontstekingsremmend. Dus dat is allemaal super chill. Hé, Edje? Je voelt je weer helemaal oké, hè? Je bent weer helemaal gewoon in kar, zoals we je kunnen. Jo, wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Jo. En daar is natuurlijk Scooper. Scooper, ik heb gewoon een trui aan, jongens, waar jullie op staan. Wat dacht je daarvan, mignon? Ja, hij zit aan het kijken. Zie je hem al kijken, hoor. Naar mijn Edgar Scoopy merch. Ja. Nee, maar ze zijn dus niet zo geïnteresseerd in dit ding. Misschien in deze, hold on. We hebben er hier nog één. Scoopy incoming. Pak hem, Scoop. Pak hem. Pak hem. Pak hem, Scoop. Nee, niet mij. Niet mij pakken. Pak dat ding. Edje. Ja, kom maar. Kom maar, Ed. Pak hem. Pak hem. Pak hem dan. They don't care. Dan zet ik hem wel weer uit, hoor. Edgar, zodat je niet boeit, hè? Hey, jij was normaal altijd zo fan van dat speeltje, maar die boeit je volgens mij ook niet meer. Dus ik moet even iets anders bedenken. Ik heb in één keer best wel een goed idee. Ik weet dat ze dit naam best wel leuk vinden. Oh, ja. How about that, kiddies? How about that? Laat eens even zien hoe acrobatisch je bent, Edgar. Kijk. Kijk eens even. Oh, ja, je bent acrobatisch. Doe de jump naar achter, dat kan niet. Hij kan dus achteruit salto. Kijk. Hij deed het bijna. Oh, Scoopy bemoeit zich er ook even mee. Nou, ze worden al helemaal gek. Het is een beetje lastig om zelf te filmen. Maar kijk, als ik hem over de krabbaal doe. Hij heeft hem al. Jongen, die kade. Kijk, hij heeft hem ook echt in zijn bek. Wat? Kijk, hij heeft hem in zijn bek. Wat een beestje, jongen. Goed zo. Oh, Scoop. Oh, hij gaat op de bank, hoor. Nou, dit vinden ze volgens mij wel leuk. Ik zou er vermoeden van. Wat me nu trouwens ook even te binnen schiet. Ik moet nog mijn vitamine slikken voor vandaag. Die heb ik nog niet genomen. Ik weet het, ik had afgesproken laatst in de vlog dat ik het voorzien in de ochtend zou doen. Maar ik ben het deze ochtend gewoon vergeten. En ik zag ze in één keer staan en ik dacht, hey, daar heb ik laatst natuurlijk een soort van een vlog over gemaakt. Of ja, niet per se over de pillen zelf, maar wel over dat ik heel slecht erin ben om pillen te slikken. Gewoon überhaupt, dat vind ik gewoon echt super moeilijk. En daar ben ik gewoon heel erg slecht in. Dat was ook te zien in de vlog. Ik zou zeggen, kijk maar even mee hoe dat ging toen ik dit soort pilletjes ging slikken. Oké. Die is ook weg. Echt jongen, als ik iets niet kan is wel pilletjes slikken. Ik weet niet waarom. Yup, zoals je kan zien ging dat niet zo goed. Dus ik heb voor jullie heel veel tips gekregen. Onder andere van Roy, slik ze gewoon één per keer. Vouw je tong dubbel en slik ze dan naar achter en zo. En weet ik veel, ik heb echt super veel tips gekregen. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik lees ook echt alle comments. Trouwens, voor het geval je dat afvroeg van Roy, lees je de comments eigenlijk wel? Yes, I do. En ik probeer ook op steeds meer comments van jullie te reageren. Dus ik ben er echt mee bezig jongens. Dus heb jij nou nog echt een leuke comment waarvan je zegt van Roy, dit wil ik echt even met je delen. Laat het dan zeker weten in de reacties achter, want ik vind het heel erg tof om jullie reacties te lezen en ik reageer dus ook hier en daar op jullie comments. Dus doe dat zeker. Ik moet er even een glaasje water pakken en dan ga ik dus een paar van jullie strategieën proberen. Dan pak ik gewoon de comments erbij en dan ga ik gewoon eens proberen wat jullie zeggen. Ik ben heel benieuwd. Want dat was sowieso iets waar het vorige keer niet heel goed mee ging. En dat is dat ik die pilletjes probeerde weg te slikken. Met mijn eiwitshake volgens mij, right? Met mijn ochtendshake. Nee, met mijn eiwitshake. Ja, dat was hem. Ik probeerde de pilletjes weg te slikken met een eiwitshake. En dat is sowieso niet heel handig, zijn mijn personal trainer. Dat is een hele dikke substantie en dat is niet handig. Dus goed. We gaan plaatsnemen. Ik pak even mijn telefoon. Ik pak de vlog erbij. En dan ga ik de comments even doornemen. We gaan de comments erbij pakken. Het was namelijk de vlog waarin ik ging koken met mijn vriendin. Was heel erg leuk trouwens. En er zijn 773 reacties achtergelaten. Trouwens, zo'n popsocket is dus voor dit soort dingen heel handig. Hè? Wilde ik gewoon even kwijt. Kijk, ik kan nu gewoon mijn telefoon heel chill vasthouden met één hand. En er doorheen scrollen, weet je wel. Dat is als je hem zo vasthoudt. Gewoon irritant. Ik weet niet, vind ik tenminste. Realistic.nl voor de popsockets, jongens. Ik zie hier de eerste tip staan van General Beast. En die zegt, je kan die pillen ook fijn stampen en in je shake doen. Dat is zeker weten waar. Alleen het ding is dat omega 3, dat is normaal gesproken het spul wat in vis zit. En dat is heel vies. Dat is echt gewoon knijtersvies. Joey zei zelfs, mijn personal trainer, als je daarop koudt,
en je probeert door te slikken. Het is gewoon letterlijk als je een vis helemaal zou squeezen en er komt een beetje sap uit, zeg maar. Dat is wat er in Oma Ega 3 zit, in deze jongens dus. En dat is dus echt schijnbaar niet lekker. Dus ik vind het een goede tip, maar ik ga het niet proberen, puur vanwege de Omega 3. Pesteroi, hierbij een tip voor je pillen slikken. Een reactie van Sam, van Krieken. Doe de pil tussen je voortanden klemmen en als je gaat drinken, laat je de pillen met het water meeglijden je keel in. PS, dit is de fijnste en makkelijkste manier voor mensen die er moeite mee hebben. Probeer maar eens of het je nu wel lukt. Die wil ik wel eens proberen. Dus hier een tip voor je pillen te slikken. Doe de pil tussen je voortanden klemmen. Soep, ik ben hier even aan het filmen. My dude. Hey. Let's try. Ik heb geen idee of ik nu begrijp wat hij bedoelt. Maar we hebben hier multivitamine. Dat zijn de grootste. De grootste knoeperts. Kijk, dat zijn deze. Dat zijn echt units hoor. Dat is niet normaal. Dat zijn wel echt gewoon de grote jongens, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Oké. Tussen mijn tanden. En dan met het water meeglijden. Oké. En als je gaat drinken. Dus ik neem aan dat hij dan bedoelt dat er niet al water in je mond moet zitten, right? Oké, klemmen. Ja, zo. Ja. Oké. Hij is weg. En op zich moet ik zeggen, het is een tip. Oh jongens. Mijn katten, jongen. Oh, die hebben altijd een talent voor als ik dan een keer wat wil opnemen, weet je wel. Dan willen ze altijd in beeld zijn. Of irritant in beeld lopen, zeg maar. Hij is weggeslikt, maar ik ervaar het niet als van, hé, dit is makkelijk. Maar op zich, het ging in ieder geval wel makkelijker dan toen in de vlog. Dus Sam van Krieken, dankjewel voor jouw tip. Volgende tip van Casper Spilman. Eerst een slok drinken in je mond houden en dan één voor één de pil nemen. Ja, die tip, die kreeg ik dus ook van mijn personal trainer, van Joey dus. Die zegt, Roy, weet je wat je moet doen? Je moet al water in je mond hebben, dus dat je hele mond zo vol zit. Dan stop je een pilletje erin, pop, slok, weg. Je hebt al water in je mond, pilletje erin, pop, slok, weg. En op een gegeven moment ga je daaraan wennen. En hij zegt dan, op een gegeven moment kan je gewoon je mond helemaal vol met water doen. En in één keer alles wegslikken. En we moeten nu dus nog één keer vitamine D3. Die is gewoon zo klein, ik weet niet eens of het op camera te zien is. Echt een mini, mini klein pilletje. Het lijkt wel een kikkerertje of zo. Het is echt, echt heel klein, maar ja, schijnbaar dus wel heel goed. Omega 3 is dus sowieso hetgene wat in vis zit. Ik eet geen vis, want ik vind vis vreselijk. Ik eet geen sushi. Ik eet geen vis, alleen kibbeling. Maar ja, kibbeling is ongezond. Dus voor mij is het heel belangrijk om omega 3 te nemen. En dan neem ik er ook gewoon gelijk 2. En dit zijn dus die dingen, jongens. Als je deze gaat doorkouwen. Als iemand dat voor de grap een keer tegen je zegt. Van ah, je moet gewoon opkouwen. Dat schijnt dus echt next level ranzig te zijn. Dus Edgar. Nee, die pilletjes zijn niet voor jou, my dude. Nou ja, laten we het proberen. Dus eerst een slokje. Nee. Ze ruiken het, omdat het dus ook in vis zit. En katten vinden dat gewoon chill, hè? Ik zweer het. Dit ging wel echt heel makkelijk, moet ik zeggen. Dit was, ja. Nou, dit ging zo weg. Nog een keer. De volgende. Dit werkt ook goed. Ja, een ander trucje nu soort van. Dat is natuurlijk al in mijn mond met water. Vervolgens neem ik gewoon nog een paar slokken water. Dan ga je gewoon doen alsof je water daadwerkelijk aan het drinken bent. Nou, dat werkt ook wel. Laat ik dat nog een keer doen. En het allerlaatste pilletje, de D3. Ja, dat ging super makkelijk en dat komt natuurlijk omdat het D3 pilletje echt zo klein is. Ik kan het me nog steeds niet voorstellen dat er hopelijk een dag komt in dit extreme dieet natuurlijk. Dat ik gewoon al die pillen in één keer in mijn mond doe en papapapap en boom, het is allemaal weg. Ik hoop dat die dag komt, dat zou super chill zijn. Misschien is dat letterlijk wel zo. Misschien is het een soort van dat je er echt aan moet wennen of zo en dat het dan uiteindelijk steeds makkelijker gaat. Laten we het hopen, dat zou heel erg chill zijn. Ja, vandaag trouwens een best wel korte vlog en dat komt dus echt doordat ik gewoon vergeet met mijn camera mee te nemen naar de sportschool. Dat spijt me enorm en dat gaat me ook niet nog een keer overkomen. Ja, zo'n fout maak je denk ik gewoon echt maar één keer en daarna nooit weer. Dat ontstaat ook meestal gewoon door haast, weet je wel. En dat had ik zeker. Ik had vandaag echt knijters veel haast om op tijd te zijn met de training. Mijn excuses daarvoor. Ik heb vandaag in ieder geval rug met biceps getraind. Het was een heerlijke training. Ik heb keihard gebeukt. Qua trainingen gaat het gewoon super goed. Qua voeding gaat het super goed. Ik heb, nou ja, dat kon je vanavond wel weer zien natuurlijk. Gewoon weer netjes mijn kip met rijst en groenten gegeten. Ik heb in de ochtend weer mijn shake genomen. Een dubbele maaltijd ook gehad. Dus nog 2 broodjes kipfilet erbij gegeten. Want dat is het streven. Ik moet elke dag gewoon en die ontbijtshake hebben. En die 2 broodjes kipfilet. Dan je training. Dan thuiskomen je eiwitshake. Dan kip met rijst.
rijst en groenten. En dan voordat je gaat slapen nog kwark. En de kwark is nu op. Dus ik kan nu weer geen kwark eten. Daar baal ik wel even van. Dus morgen even kwark halen. Morgen hopelijk weer sporten. Maar ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Nou trouwens, ik kan sowieso sporten. Maar dan moet ik het gewoon zelf even thuis doen. Dat is op zich geen probleem. Ik ga alle maaltijden weer voor jullie filmen morgen. Dus morgen ga ik er gewoon weer eventjes een vlog van maken. Waarin je weer letterlijk alles te zien gaat krijgen. In plaats van dat ik mijn vlog start in de avond. Dus sorry daarvoor als je dat irritant vindt. Ik lees namelijk de comments en ik lees wel vaker van... Roy, ik zou het prettiger vinden als je al de vlog in de ochtend of begin middag begint of zo. Weet je wel, dat we echt je hele dag kunnen zien. In plaats van alleen in de avond je vlog starten. En dat snap ik helemaal, dus daar ga ik aan werken. Beloof ik jullie. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken in deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Ik waardeer jullie support enorm. Echt uit de grond van mijn hart. Dank jullie wel. Laat eens een leuke reactie achter. Misschien reageer ik er wel op. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie morgen om 4:30 allemaal weer terug. Bij een nieuwe vlog. En om 4:30 bij een nieuwe game video. Laters.